Wereld Anti-Tabaksdag 2017 wordt dit jaar op 30 mei herdacht. Het thema is bestrijd tabak voor gezondheid, welvaart, milieu en nationale ontwikkeling. Volgens de Pan American Health Organization en de Wereldgezondheidsorganisatie zullen maatregelen worden getroffen om het tabaksgebruik te elimineren en om te voorkomen dat miljoenen mensen ziek worden. Hierdoor zullen minder mensen sterven aan tabaksgerelateerde ziekten. De WHO benadrukt dat tabak de ontwikkeling van landen wereldwijd bedreigt en doet een dringend beroep op regeringen om krachtige maatregelen voor tabakscontrole te implementeren. Deze maatregelen omvatten onder meer het verbieden van reclame voor tabak, het verhogen van accijnzen en het rookvrijmaken van openbare ruimte en werkplaatsen.